tien voor half negen. Vriendenteam voor de dinsdag. Tijd voor een nieuwe keuring van een van de karigste kamers van Nederland. Ja, gisteren waren we bij Wiesje te gast en daar groeiden de paddenstoelen uit de grond. Is dat een paddenstoel? Ja, ja, die zit er inmiddels al anderhalve week, geloof ik. De goede paddenstoelen in jouw kamer. Klopt, en leuke blauwe schimmel op de muren. Is dit zeg maar je hele kamer? De karigste kamer. En vriend Luc Sarniel die is vandaag in Delft. Luc, goedemorgen. Waar ben je eigenlijk op mijn tafeltje? Sorry Luc, ik moet even... Ik denk hier zo. Hoi Luc. Hallo. Hey. Hey, goedemorgen. Hallo, hey, hallo. In mijn hometown Delft, wat leuk. Ja, wat een mooi stadje is dit. Ik ben ook echt in het oude centrum, dus het is echt heel mooi hier. We kwamen aan en ik ben een van de straatjes ingedoken. Ik ben binnengelaten in het huis van Liam. Liam, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik moest meteen twee hele steile trappen op. Ja, dat klopt. Steile en krappe trappetjes. Het voelt echt alsof ik in een van de achterhuis ben. En ik denk, als je lam bent of met een te grote tas vol was naar je ouders gaat, zo, ja. Dat je echt wel je enkeltjes breekt. Ja, dat was nog pittig inderdaad. Ja. Inmiddels staan we in je kamer. Ik sta met mijn voeten op een beetje, ja, het spijt me dat ik zeg, maar een beetje plakkerig cel. Ja, het cel is niet heel top. Ja, nee, het is van het oude, viezige cel met wat vlekken erin en zo. Maar over het algemeen moet ik wel zeggen, Liam, je houdt het redelijk schoon. Nou, dankjewel. Is ook niet heel moeilijk, want het is echt een varkenshok. Het is echt heel klein. Ik denk echt dat kippen op elkaar in zo'n enorm bedrijf, veebedrijf, het nog beter hebben, als ik heel eerlijk ben. Het is, nou, wat is het? 2x2 hier of zo, hè? Nou, net iets meer, denk ik. Net iets meer. Nee, je moet het juist afvlakken, want anders de jury gaat je natuurlijk nooit te kiezen dan. Dus je moet even het nog erger maken. Nou ja. En het is hier bloedheet. Het is hier heel benauwd. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Frankie, die past denk ik niet eens in jouw bed. Zullen we dat eens even meteen proberen, ja, maar? Kijken. Om te kijken of... moet je heel even helpen, want ik heb een uitklap Frank mee. Ja. Ik denk dat niet eens gaat hier. Dat hij echt met zijn voeten, met zijn tenen, ja, over... Nee, ja, nou, als hij, nou, dan krijgt hij wel een hele stijve nek en een hard hoofd. Dat ligt hij gewoon tegen de buizen van het bed aan. Dus Frank past er niet in. Dit zou voor Frank alleen al niet gaan. Kan niet langskomen. En ik denk ook niet dat hij bij jou in de douche past. Want daar kwam ik net langs. Nee, ik schrok me dood, Liam. Ja, die douche, dat is een mooi dingetje. Die staat lekker mooi aangesloten ding. Op de gang. Die, wat? Vertel, wat is dat voor luchtschacht? Nou ja, als je hier wilt douchen, je loopt naar beneden, je loopt de gang in. Dan hang je in je gang je handdoek en je kleren op. Je doet een deurtje open, gordijntje open en je staat in de douche. Maar ja, dat is het. Dat is het. Het is echt alsof een schuifdeurtje. Dan sta je in een heel klein gangetje. Ja. Je kan niet draaien, denk ik. Je kan geen dansje doen. Nee, dat gaat helemaal niet lekker. Wel lekker warm en lekker een soort van wellnessgevoel krijg je ervan. Nou ja, als je hem eenmaal op temperatuur hebt gekregen, dan gaat die boiler gek doen. En dan krijg je ineens of heel heet water, of het wordt ineens ijskoud. Dus dan wil je eigenlijk je douche uitspringen. Maar ja, er is geen ruimte voor. Dus, dan moet je de gang op springen, of niet? Sta je daar? Ja. Je pielenmuis. Dus al je huisgenoten. Sorry jongens, ik werd iets te heet onder de voetjes. Ja. Een dingetje in die bad... Ik ga het geen eens een badkamer noemen. Nee, dat is het niet. Dat douchehok van jou. Je kan er wel toch gewoon het licht aan en uitzetten? Of hoe zit dat? Ja, dat moet in de wc. Dus licht in de wc, dat is voor de douche en de wc. Dus als je bij een wc bent geweest en er staat huisgenootjes te douchen... En je gooit het licht gewoon standaard uit. Nou, ik krijg een schreeuw naar je kop. Is het licht staan? Ik zie niks. Dus dat was voorgekomen dat jij met je... Ja, zeker. Allebei de kanten. Oh, wat verschrikkelijk lijkt me dat. Wat verschrikkelijk. Liam, we staan in jouw kamer. Ja, op zich moet ik heel eerlijk zeggen, dat qua ruimte heb je het goed ingedeeld. Want als je een kleine kamer hebt, is altijd handig om een hoger bed te nemen. Ja, dan kun je er wat onder zetten. Ja. Ook jij hebt een hoogslaper. Dat past nog net. Dat gaat nog net. Je moet niet te hoog gaan liggen, want dan stoot je ook van je kop. Daaronder heb je heel vakkundig. Nou, toch opgeruimde mooi bureau. Bankje, mooi bureau. Heel goed gedaan. Ik ben onder de indruk. Alleen, hoe ga je bed nou in? Want er is helemaal geen trap. Ik heb hier een mooie bureaustoel staan. En die schuif ik zeg maar naar voren. Nee. Dan klim ik hierop met één sprong. Dan zou je dat heel even voor me kunnen doen? Niet je nek breken, want je hebt een stoel met wieltjes eronder. Je bent ook gek dat je hier nog woont eigenlijk. Man. Frank, ik over me heen. Frank, wat doe je hier? Daar gaat hij en Liam. Pas op! Zo. Het is nog een hoge sprong die je moet maken, Liam. Ja. Ja, toch blijf je toch fit. Zo blijf je toch fit in quarantaine. Ja, dat vind ik een hele mooi samengevat. Via je rollende bureaustoel je bed op. Frank past niet in je kamer. Het is echt 2x2. De douche is veel te klein. En wat betaal je hier allemaal voor? Nou, het is €275, dus je betaalt niks. Maar je hebt dan eigenlijk ook helemaal niks. Nee, dat is mooi samengevat. Luc Sarniel vanuit Delft bij Liam op zijn kamer. Wie heeft de karigste kamer? Meld je nog even snel aan via 3fm.nl. Inmiddels is het live voor 8:30 met Arctic Monkeys.